Vandaag maken we koften. En we maken niet zomaar koften, we maken koften met kaas en spek eromheen. Eerst doen we de ingrediënten erbij en daarna gaan we het mixen. Als eerste 4 eieren. Daarna wat paneermeel. Voordat we verder gaan, moeten we eerst een kruidenmix maken. Dat is komijnzaad, dat moeten we nu even kneuzen. Hier hebben we nog barbecue mixen en gerookt knoflook. Nu gaan we alles goed mixen. En dan de kruidentoor die we net hebben gemaakt. En dan dat ook weer roeren. Net alsof ik in een spannende film zit. Je moet natuurlijk niet de kaas vergeten. Je kan nooit genoeg kaas hebben, dat is zeker. En dan weer mixen. Ook de onderkant er een beetje doorheen. Nu maken we er ovalen van. En dat doen we in een bak. Die doen we weer als spiesjes. En daarna als allerlaatste doen we er spek omheen. Hebben we genoeg, denk je? Ik denk het wel. We doen er natuurlijk ook een saus bij van olijfolie, gerookte paprika, tomatenketchup, chili, honing en saus. Alles in een pannetje en dan even laten opwarmen. Dit is wel mijn favoriete saus om vlees mee in te smeren. En die van jou, we hebben er ook al eens een keertje één gebruikt met cola. Dit kun je terugzien over mijn filmpje van buikspek. Honing is zoet, dus dat helpt het vlees om te karamelliseren. We hebben er, bij het sausje hebben we ook nog appelazijn en water bij gevoegd. En nu gaan we de barbecue klaarmaken voor indirect roken. We laten ze 1 uur op de barbecue liggen. Laten we zien. We hebben ze nu een mooi kleurtje gegeven. Nu gaan we ze nog lakken. En dan laat ik het nog even liggen en dan gaan we proeven.
alles klaar is, halen we ze eraf. Dit is lekker, man. Hier word ik blij van. Abonneer je op mijn kanaal voor meer leuke recepten en mijn Facebookpagina van NL Barbecue Kids.